En we ook aandacht hebben voor de kinderen die de kaarsen straks gaan aansteken. En ik denk eigenlijk dat dat zo ongeveer Melissa en de anderen wel kan. Denken jullie niet? Het is al een klein beetje stil. Het wordt nog veel stiller. Ga maar. De eerste kaars mag branden, want het kerstfeest is op handen. Een stem roept het uit in de woestijn. God de Heer zal bij ons zijn. De tweede kaars wordt aangestoken. De tijd van God is aangebroken. Dromen van een vredestijd raken wij dit lichtje niet meer kwijt. De hele wereld zingt een lied. God vergeet de mensen niet. Steeds maar groter wordt het licht. Kerstfeest is nu echt in zicht. En daarom zingen wij met elkaar: Hoe zal ik u ontvangen? Thank you.
is dik en dik verdiend. Heel erg veel dank voor al dat oefenen, want dat zult u wel begrijpen. Hier is zondag aan gewerkt, hè? En mocht u het gevoel hebben dat u dat ook wel zou willen leren, het is heel moeilijk hoor. Maar het mag wel, elke zondag, precies om 11:30 of 11:45, nou ja, precies. Maar daar ergens hebben ze repetitie en u bent van harte welkom. Iedereen!